Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is het een primeur, want het is de tweede video in minder dan een week tijd. Dat terzijde heb ik iets veel belangrijker te vermelden. Ah ja, je zag het waarschijnlijk al aan de titel, maar dit jaar ga ik een poging doen om genomineerd te geraken voor een Jamie Award. Nu, voor de mensen die een flauw idee hebben wat de fuck de Jamies zijn, dat zijn eigenlijk de Oscars, maar dan voor Vlaamse content creators op het internet. Zo heb je verschillende awards zoals vlog, TikTok, gaming en noem maar op. Maar nu, laten we eerlijk zijn, voor de grote awards maak ik geen kans. Maar allee, Gletscher, meedoen is toch belangrijker dan winnen? Ten eerste, dat is wat de verliezers alleen zeggen. Ten tweede, het gaat ook niet om winnen. Het gaat om genomineerd te geraken. Want voor je kan meedoen, moet je natuurlijk wel genomineerd geraken. En er is één award waar ik heel misschien genomineerd voor kan geraken. Een award waarvoor een sprankeltje hoop is. En dat is opkomend talent. Yes. Nu, ik hoor heel veel mensen denken van, dude, je bent toch helemaal niet opkomend. Nee, dat is waar, maar misschien ben ik wel... Stem op mij voor opkomend talent. Let's go. Je moet gaan naar www.thejamies.be. De link staat in de beschrijving voor al jullie luie zakken. En dan kom je op deze pagina terecht. Nu, dan scroll je een beetje naar beneden. En dan doe je op starten. Het duurt zelfs maar 1 minuut. Dus neem alsjeblieft de moeite. Nu, dan kom je op deze pagina. Wie wil je nomineren voor de Jamies 2022? Nu, als je in de lijst gaat kijken, mijn naam staat er niet bij. Maar hey, maakt niet uit, want je kunt ook mensen nomineren die nog niet zijn genomineerd geweest. Want vorig jaar had ik niet meegedaan, voor de duidelijkheid. Het is de tweede editie, ja. Dus wie wil je nomineren die niet in de lijst staat? Jongens, hier moeten we zijn. Dus, indien je keuze nog niet bij vraag 1 stond, vul niks in en druk op oké als je bij de vorige vraag wel iemand hebt gekozen. Oké, ik vind het trouwens echt... Huh? Anyway, volgens mij klopt er echt niks van die zin, maar kan ook aan mij liggen. Anyway, hier moet je gewoon Gletscher intypen. G-L-E-T-S-H-E-R. Druk op oké. En dan ja, scroll je naar opkomend talent. En dan zeg je hoe oud ik ben. Ik ben al fucking oud. Dan vult je hier uw naam in. Voilà, stel, mijn kat stemt ook op mij. Voilà. En als voorlaatste stap moet je uw e-mailadres invullen. Nu, als dat gedaan is, dan is er eigenlijk nog maar één stap. Dan moet je exact hetzelfde doen, maar dan met 3 andere e-mailadressen. Oké, nee. We gaan eerlijk spelen. We doen niet aan fraude. Dat is voor plebs. Dus hey, het zou super cool zijn mocht ik genomineerd geraken. We kunnen maar proberen en... En ja, we zien wel wat het brengt. Hè. Hoe dan ook, het is tijd voor mijn episch verhaal. We gaan de video nog afsluiten met een leuk verhaal. Het was een donkere novembernacht. Ik was uitgegaan in Brussel en ik moest nog naar huis. Maar ik woon in Zwijndrecht. Nu, ik had een soort van slaapplek gefixt in Brussel. Maar ik had zoiets van, ja kijk, die moest vrij vroeg opstaan. En mijn eerste trein terug naar Antwerpen was er een binnen half uur. Dus ik dacht, ja oké, dan is het eigenlijk wel een beetje stom om nog bij die kerel te gaan slapen. Ik ga gewoon nog even doorstrijden. En dan kan ik thuis lang slapen als ik wil. Want we hadden de dag erna geen les. Dus ik was dan uiteindelijk op Centraal Station geraakt. Wat ook super cool was, midden in de nacht, er was geen volk. Ik heb er nog een foto van. Oké, er was één iemand, maar super cool, een leeg station. Het is een speciale experience, je kan het alleen maar iedereen aanraden. Maar goed, ik zat op mijn trein richting Antwerpen. En ken het, ik zat daar zo, heel vermoeid, eigenlijk nog best wel actief, nog best wakker eigenlijk. En vanaf dat... Wacht, ik ga Google Maps erbij halen. Dus ja, hier is Brussel Centraal, midden in Brussel... Ja, oké, dat is logisch, want anders zou het niet Brussel Centraal heten. Ik had hier dus de trein gepakt. Die rijdt zo helemaal via Brussel-Noord. En dan ja, ben ik zo helemaal nog voortgereden naar... Amai, al die sporen hier, jong. Holy fuck. Naar Vilvoorde. En bij Vilvoorde begon ik ineens wat moe te worden.
mijn ogen begonnen zo wat dicht te vallen. Dus ik dacht, shit, ik mag echt niet in slaap vallen. Want ik zat op de trein die door Antwerp Centraal rijdt. Dus die rijdt dan naar Essen en dat is zo de onderwereld. Daar komt niemand eigenlijk. Ik had Mechelen gehaald. Ik was nog steeds wakker. En af en toe vielen mijn ogen zo dicht van, ja kijk, als ik nu iets langer mijn ogen dicht hou, dan ben ik weg. Dan ben ik in slaap gevallen. Dus ik had iets van, ik mag niet in slaap vallen. Dus ik was hier geraakt. Ik was nog steeds wakker in Mechelen. En dan is het helemaal misgelopen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Dit is legit hoe ik het me herinner. Ik doe mijn ogen dicht. Ik doe ze eventjes terug open. En ik kijk, zij wel in Mechelen-Neckerspoel. Want Mechelen-Neckerspoel is een station redelijk dicht bij Mechelen. Ik had zoiets van, ja, zij hebben daar al gepasseerd. Maar ineens zag ik dat er niemand meer op mijn trein zat. En ik was zo van, hè? Wat heb ik gemist? Dus ik kijk eens goed naar buiten. En nu zie ik dat ik in Centraal Station ben. Dus ik pak al mijn spullen. Ik spat naar de trein, naar de deur. Ik zie het knopje nog groen zijn. Ik wil mijn duim erop rammen. Deur gaat niet meer open. Die fucking trein vertrekt. Holy shit. Dus ja, dat was niet nice, want ik was teringmoe. Het probleem was, die trein naar Essen, die stopt oftewel in Antwerpen Luchtbal of Antwerpen Noorderdok. Nu, het ding is, als die trein niet ging stoppen in Antwerpen Luchtbal, dan was ik denk ik niet thuis geraakt. Of dan was ik misschien maar om 9 of 10 uur 's morgens thuis geraakt. Want Antwerpen Noorderdokken, dat station ligt helemaal hier. Dus dat ligt helemaal hier. Ik moest hier afstappen. En dan was ik niet thuis geraakt. Ik weet legit niet hoe ik was thuis geraakt anders. Maar al geluk stopte mijn trein in Antwerpen Luchtbal. Wat nog steeds niet zo nice is. Want ik was wel nog steeds maar gewoon hier, terwijl ik wel gewoon hier had moeten afstappen. En ik moet naar Zwijndrecht, dus ja, er kwam best wel wat afstand bij. Maar de tram die ik moest hebben, die rijdt helemaal niet in Antwerpen Luchtbal. En nog een groot belangrijk ding. Antwerpen Luchtbal, 's nachts, not the place to be. Nee, want toen ik afstapte, ik zag 2 bloedplekken op de grond, maar like zoiets. En het bloed was nog niet eens opgedroogd. Dus ik was van, shit, ik moet hier snel weg. Dus dan gaan we Google Timeline erbij halen, want dan ga je zijn van, what the fuck heb ik allemaal gedaan? Dus hier ben ik dan. Dit was dus mijn treinrit naar Antwerpen Luchtbal uiteindelijk. Mijn GPS is niet helemaal zo accuraat. Dit is trouwens Google Timeline, dan kun je exact zien waar je hebt gelopen. Laten we even negeren hoe fucked dat is, maar oké. Wat de hel heb ik gedaan? Dus ik ben eerst uit het station gelopen, dan ben ik naar daar gelopen, dan ben ik teruggelopen, dan heb ik overgestoken, heb ik nog eens overgestoken, heb ik hier nog eens overgestoken, dan heb ik nog een heel eind gelopen naar een tramhalte waar mijn tram rijdt die ik nodig had. En dan heb ik de tram naar Zwijndrecht kunnen pakken. Dus, what the fuck. Stel ik even via Google Maps laten zien welke reisweg ik heb gewandeld. Dus ja, hier is dat station. Je stapt dan hieruit. Die richting daar is de... Je kunt het zelfs zien, denk ik. Hier is de Kinepolis. Dus ja, ik stapte hieruit. Er stonden ook echt allemaal rare hekken. Voilà. Wacht, jij gaat dat kunnen zien. Ja, kijk, hier. Zo raar. Ze staan er nog altijd. What the fuck. Van mei 2021. Oké, dus die hekken staan er al 6 maanden. Maar ik ben dus helemaal zo gelopen. Ik weet zelfs niet hoe lang ik daarover heb gedaan, maar ik was maar om 7 uur thuis of zo. Om iets voor 5 had ik de trein in Brussel en ik was dus om 7 uur thuis ongeveer. Maar nee, ik heb dus heel dit eind nog afgelopen, want ja, hier reed een tram. Maar het was heel vroeg, dus er reed nog heel weinig trammen. En hier rijdt, zoals je ziet, alleen maar tram 6. Ik had tram 3 nodig, want ja, ik moet naar Zwijndrecht. Dus ik heb heel dit stuk nog gelopen. En ik wist legit dat ik hier aan het lopen was en ik dacht van, zou ik misschien gewoon aan het slapen zijn? Ik was niet aan het slapen, dit was echt aan het gebeuren. Dus ja, ik ben hier nog nooit geweest. Hè. Dus heel het eind gelopen. En hier, vanuit hier komt tram 3. Ja, tram 2 ook blijkbaar. Helemaal naar hier gelopen. Deze halte stond er niet meer, dus ik moest nog verder lopen. Hier was dan de halte. Je ziet dat ze hier de halte nog aan het bouwen waren. En dan heb ik eindelijk een tram kunnen nemen naar huis. What the fuck. Echt nog nightmare fuel level shit. Kent je dat je zo'n droom hebt en je zei van, nee. Dat je zo denkt van, oh, ik ben maar aan het dromen. Oh, oké. Okay. Exact die shit. Maar met het grote verschil dat ik niet aan het dromen was. Dus ja, wat heb ik hieruit geleerd?
Neem nooit met extreme vermoeidheid de trein. Doe die shit niet. Maar ja, langs de andere kant, ik heb ook eens een keer de onderwereld gezien. Want ja, ik vroeg me altijd af, die treinen die vanuit verder aan het Centraal Station komen, van waar komen ze eigenlijk? Hoe ziet die kant van de wereld eruit? En nu heb ik dat gezien. Dus, hey, een extra ervaring rijker. Maar genoeg gezeven voor vandaag. Ga naar www.jamies.be en nomineer mij voor opkomend talent. Daarnaast wil ik je ook nog bedanken voor mijn support op de Social House video. Het was redelijk lang geleden dat ik nog eens een keer had geüpload. Maar ondanks dat was de support nog steeds vrij goed. Ook shout-out naar al mijn klasgenoten die massaal zijn gaan abonneren op mijn YouTube-kanaal. Superleuk. Er zijn ook naast dat ook nog heel veel andere mensen bijgekomen. Dus hopelijk kunnen we de groei er een beetje inhouden. En wie weet hebben we binnenkort al de 600 abonnees. Maar goed, ik hoop dat deze video een beetje leuk vond. Als je hem leuk vond, dan is een blauw duimpje omhoog. Abonneer, ik zie je de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.